Majesteit, hoe waren de gesprekken met de Amsterdammers binnen? Zeer interessant en we zijn zeer dankbaar dat de burgemeester dit georganiseerd voor ons vandaag. Zowel mensen die actief bezig zijn als straatcoaches, als mensen uit verschillende gemeenschappen. Goede gesprekken gehad en waar het vooral op neerkomt, laten we elkaar blijven spreken, in de ogen blijven kijken, blijven begrijpen wat elkaars pijn is en op die manier samenwerken aan een goede toekomst in Amsterdam en in Nederland. Wat neemt u mee van deze gesprekken voor vandaag en de rest van de gesprekken die u misschien nog gaat voeren met deze twee groepen? Nou, met name dat als je maar elkaar blijft spreken en elkaar blijft begrijpen, dat er dan ook echt een kans is om goed samen te werken aan een samenleving hier in Nederland. We lossen het probleem in het Midden-Oosten niet op, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar laten we vooral zorgen dat we hier goed met elkaar samen blijven leven, elkaar leren begrijpen en elkaars pijn begrijpen en daarmee samen aan een goede toekomst in Nederland bouwen. Dank u wel.